In juli werd op de Asian Party in Escape een van de voorrondes gehouden van de Miss Asia Benelux verkiezing. 4 van de 8 deelnemsters zullen doorgaan naar de finale. De organisatie is een nieuwe campagne gestart om vrouwen uit de Benelux aan dit evenement mee te laten doen. Na enkele jaren afwezigheid is er het voornemen om jaarlijks een verkiezing te organiseren. We zijn in de Escape. Achter mij zijn 8 mooie dames die zo meteen gaan meedoen in de voorrondes van de Miss Asia verkiezing. Ik zal ze even voorstellen. Jij bent een van de deelnemers van de Miss Asia verkiezing. Kun je jezelf even voorstellen? Mijn naam is Kim Dumas. Ik ben 23 jaar, kom uit Drachten. Ik ben Juniartie Bekkema, kom uit Alkmaar. Ik ben Shibane, ik ben 20 jaar, ik kom uit Zutphen. Ik ben Nuuk Huyong, ik kom uit Leeuwarden, ik ben 22 jaar. Mijn naam is Mei Huyong, ik ben 20 jaar, ik woon in Leeuwarden. Mijn naam is Emily, ik ben 21 jaar, ik woon in Hilversum. Mijn naam is Rebecca Hanser, ik ben 20 jaar, volbloed Indisch. Ik ben Chantal, ik ben 21 jaar. Mijn hobby's zijn dansen, winkelen. Jullie twee zijn zusjes, maar dan kan er natuurlijk maar één de winnaar zijn. Dus wat gaat er gebeuren als er één afvalt en de ander gaat door? Ik zou het niet erg vinden als zij zou winnen, zeg maar. Ik zou haar wel steunen, ik vind het vet leuk dan als zij door zou gaan. Ja, voor mij hetzelfde. Als hij doorgaat, dan is het tenminste één van ons door, toch? Is dit de eerste keer dat je aan een misverkiezing meedoet? Nee, dit is niet de eerste keer. Dus ik heb wel wat ervaring, maar het blijft natuurlijk altijd leuk. En dit is natuurlijk een heel andere doelgroep. Het betreft de Aziatische gemeenschap en dat fascineerde mij dus vanaf het begin al. Daarom vond ik dit dus extra speciaal. Hoe heb je jezelf hierop voorbereid? Om heel eerlijk te zijn heb ik me niet heel erg goed voorbereid. Ik heb wel gewoon veel getraind eigenlijk, heel gezond gegeten, zodat ik gewoon lekker fit ben eigenlijk. Wat hoop jij te bereiken met deze misverkiezing? Nou, ik hoop dat ik met deze misverkiezing iets kan betekenen voor de samenleving en ergens voor kan inzetten, zodat ik altijd nog kan denken van, hey, ik heb toch nog wat voor de samenleving gedaan. Hoe ben je bij deze misverkiezing gekomen? Ik ben er eigenlijk een beetje toevallig ingerold, want ik hoorde het van een vriend van mij. En in het begin dacht ik van, nou ja, ik wil er eigenlijk helemaal niet aan meedoen, want ik dacht gewoon, het is een soort van vleesmarkt, tussen aanhalingstekens, dat je alleen maar mooi moet zijn. Maar ik ben nu zo blij dat ik het heb gedaan, want het is het helemaal niet. Het is het veel meer achter, ook omdat het Miss Asia is, dus niet zomaar een misverkiezing. En het is gewoon een mooie ervaring met al die meisjes en... Ja, ik ben gewoon blij dat ik het heb gedaan. Goed. Naast mij zit Dawar en Min. Zij organiseren Miss Asia Benelux 2007. En hoe gaat het eigenlijk? Want jullie gaan door verschillende steden, heb ik begrepen. En langs welke steden zijn jullie tot nu toe langs geweest? In principe organiseren wij niet. Wij doen alleen de productie daarvan. De voorronde is eigenlijk, bestaat uit 3 voorrondes. En dat vindt plaats in de 3 Asian parties, waaronder Bunnik, Asian Escape en dat was voor die andere ook weer? Outland in Rotterdam, Santuin. Ja. En ik vroeg me ook af van, nou, dat daar op die verschillende steden wordt gedaan. Dit zijn de voorrondes, zeg maar. En hoe gaat het tot nu toe? Het gaat... verschillen, laat maar zo zeggen. De ene keer is een groep wat makkelijker in omgang. Maar vandaag gaat het hartstikke goed. En de dames die zitten natuurlijk met foam in spanning. En dat begrijpen wij natuurlijk ook allemaal. Alleen ze moeten presenteren en ze moeten zichzelf kunnen laten zien hoe mooi ze zijn. Dus dat is eigenlijk hun taak. Maar op dit moment gaat het hartstikke goed eigenlijk. Ja. En ik wil opgeven, jullie hebben een beetje een taakverdeling. Dawar doet de choreografie. Hoe is het met de danstalenten van de dames? En hoe spijker je dat bij of hoe doe je dat? In principe is het heel verschillend. De ene is gewoon wat muzikaler dan de andere. En met de gezamenlijke trainingsdag die we dan hebben, probeer je gewoon zoveel mogelijk bij te brengen. Met telling, hoe loop je... je neemt heel rustig alle pasjes door. En uiteindelijk als je dan de voorrondes hier hebt natuurlijk, hebben we nog 4 uur ongeveer om te trainen met hun.
En dan neem je weer alles opnieuw door en vraag je aan hun om te werken met expressie. En dat ze er strak staan en zie je wel vooruitgang komen sowieso. En ontwikkeling, ja, het kan altijd beter natuurlijk. Als choreograaf dan zie je toch altijd dingen dat je denkt van dat kan beter. Maar en hoe lang hebben ze zeg maar voor deze voorrondes, hoe lang hebben ze nu een training gehad? In de voorronde hebben ze ongeveer 4 uur training gehad, als ik me niet vergis. In de trainingsdag zelf dan. En dan hebben ze nog de voorronde en dat is ook 4 uur. Dus uiteindelijk hebben ze maar 8 uur gehad om de 3 rondes met de bijbehorende pasjes, choreografieën, onder de knie te krijgen. Dus het is wel petje af voor de dames dat ze dat in 1 keer even doen allemaal, natuurlijk. En dan gaan ze hierna, gaan ze 4 van de deelnemers, gaat van iedere stad gaat door naar de finale, had ik begrepen. En voordat ze naar de finale gaan, krijgen ze dan ook nog een training? Natuurlijk, want dan wordt er dan een totale show opgezet. Hoe lang dat zal worden, dat weten we nog niet. Maar in ieder geval, we gaan zeker de finale zo doen dat ze echt de tijd voor nemen om alles zo mooi mogelijk te maken. En ja, de miss echt als een miss te kunnen trainen. Ja. En wat kunnen we straks zien? Want er zijn nu een aantal, we missen natuurlijk badpak. Maar wat nog, hoe komen ze eruit, zeg maar? Hoeveel rondes zijn er nu in Amsterdam? In principe zijn er 3 rondes vandaag. We gaan eerst de casual ronde doen, dus normale kleding. Daarna natuurlijk uiteindelijk de bikini, hè? Dat wil iedereen wel van de miss zien. En als laatste doen we de uitgangskleding. Dat is de laatste ronde. En in de finale komt misschien nog een avondjurk kleding erbij. Dus dat zou misschien wel een extraatje zijn. En kiezen jullie ook de kleding uit? Of? Uiteindelijk wel. Ze mogen wel... waarschijnlijk wordt ook verschillende kleding voor hun verzorgd, maar wij kiezen, bepalen wel wat we eigenlijk willen zien in de show. Ja. Nou goed, dankjewel. En ik zou zeggen voor straks veel succes en we gaan er goed naar kijken. Ja. Dus, dankjewel. Okay. Nadat de stemmen waren geteld en de jury beslissingen heeft genomen, gaan uiteindelijk de volgende meiden naar de finale. Nuke, Rebecca, Chantal en... De datum van de finale zal binnenkort bekend worden gemaakt.